Welkom allemaal bij deze reading. Fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. En natuurlijk alle nieuwe abonnees, alle donaties, aanvragen voor privé readingen. Super bedankt daarvoor, alle liefdevolle, warme berichten. Ja, sprakeloos gewoon hoe jullie mij steunen. Vandaag reading van de Sacred Spirit. En het deck Seven Energies van Colette Baron Reed. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat. Dat je gelukkig mag zijn en gezond. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want dan zit namelijk jouw energie in dit kanaal. Ook helpt het enorm als je op het belletje klikt, want dan hoef je namelijk niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. Ik werk ook op zaterdag en op zondag. Ik krijg weinig grip op dit deck, dus misschien heb je ergens geen grip op. En misschien moet je dat ook maar loslaten. Loslaten, zijn natuurlijke gang laten gaan en kijken wat dat gaat opleveren. Twee kaarten uit dit deck. Onderste kaart is de Guardian, de bewaker. Nou, dat is kaart 19, dus er staat iets te voltooien, te transformeren. Guard your energy. En dan door die beëindiging kan het goed zijn dat dat zijn weerslag heeft op jouw energie. Dus bewaak je energie. Celestial Gatekeeper, nummer 7. Timing is crucial, dus jouw timing is van groot belang. En Between Worlds, dus er gaat een verandering plaatsvinden tussen verschillende dimensies. Wat nieuwe richtingen gaat geven. New directions. Dus je gaat nieuwe keuzes krijgen. En daar heb je je energiehart bij nodig. Wat mogen wij nog meer weten, Spirits and Guides? Want die kwamen er alle twee uit. Oké. Okay. Shining through. Dus je gaat uiteindelijk, kom jij tot bloei. Omdat je je energie bewaart. Omdat er nieuwe wegen vrijkomen. En omdat je timing cruciaal is. Ga jij tot bloei komen. Je straalt. Dankzij je connectie met spirit. Kaart 30. Kaart 3 dus. Jouw schoonheid gaat door deze verandering, want dat is kaart 14. Het licht schijnt er enorm op. Dus dat maakt 5. Deze verandering zal jouw hart, welke nu nog op slot zit, gaan openen. Dus dat is een energie. Is dit een collectieve energie? Nee, dus er zijn bepaalde mensen die hiermee resoneren, maar niet voor iedereen zal het resoneren.
Het gaat met name om mensen die de energie van het collectief voelen. Waarom zeg ik dat? Je voelt de wereld, hebben we hier. Deze mooie kaart. Wat is kaart... Wat is dat? Even kijken hoor. Oh zo. 13. Je voelt dat er terug balans en evenwicht komt. Voor moeder aarde. Dus dat is mooi. Voor ons allemaal. Daar is hard aan gewerkt. Met kaart 35. Heel veel magie is daarbij komen kijken. Vandaar ook die hoge hoed. En Pinocchio. Hè? Ik bedoel, Pinocchio is een houten pop. En die is tot leven gekomen. Dankzij magie. Maar dankzij heling. En natuurlijk spiritual of gratitude. Door heel veel dankbaarheid. Ook hier zie je die bloem die helemaal tot bloei is gekomen. Kaart 43, 7 staat voor spiritualiteit en goddelijkheid. Beyond the ordinary. Buitengewoon. Krijg je heel erg sterk door bijzondere spirituele gaves. Die misschien nog verder tot uiting gaan komen. Zodat je nog beter de wereld aan gaat voelen. Want hij ligt onder feeling the world. Die magie. Die zal jou moedig en krachtig maken met deze leeuw. Waking the lion. Dus je bent klaar voor de leeuw. Je bent er niet bang voor. Dat is kaart 19. Transformatie, voltooiing. Je was misschien voorheen bang voor die magie, voor die speciale krachten, ook de spiritualiteit, wat je zag rondom ons, al die energieën, die speciale energieën, maar je bent er nu klaar voor door deze verhoging, omdat je dus tot bloei bent gekomen en omdat je dus jouw hart hebt durven openen. Komen er nu eindeloos veel mogelijkheden op je pad. En dat maakt dat jij onbevreesd bent. Je beseft dat het de kracht is van de doelstelling. Ik zie hier ook een soort rad van fortuin in. Divine timing. Het rad draait en jij hebt... midden in de roos geschoten. 180. Jij ziet verder dan de meeste met jouw geopende derde oog. Jij kijkt door illusies heen. Maar jij hebt ook de mogelijkheid om met jouw speciale gaven ook contact te maken met verschillende dimensies. Dat zie je heel goed bij deze Beyond Worlds and New Directions. Dat is een van jouw krachten. En omdat jij dus zo'n ziener bent, voel jij ook dus de magie van de wereld. Voel jij het collectief. En je krijgt... door het grotere plaatje te zien, door in te tappen, hè, in deze multidimensionale wereld. Dus niet meer in de 3D, maar veel verder. Ga jij dus ook zien, inzien wat er in jou zit. Dan ga je jouw gaves leren kennen, dan ga je jouw krachten zien. Je gaat jouw doelstelling zien. Je begrijpt ook waar je zo hard aan gewerkt hebt, van wat daar zeg maar de achterliggende gedachte van is. Nou, deze twee kaarten kwamen tegelijkertijd uit. Great and full. Ja, je bent op een gegeven moment net als deze beker. Je bent helemaal vol. Je voelt je een overwinnaar. Je bent terug in balans. Je voelt je happy. Dat je tot die ontwakening komt.
En je gaat nieuwe dingen ontdekken door jouw gaves. Dit is het sleutelgat. Sleutel hebben we hier liggen. En discard, even kijken, 34, ook weer 7. Hè, spirit, divine, het goddelijke. Wat jou die toegang geeft. Omdat je er klaar voor bent. Je hebt je overgesteld voor die eindeloze liefde. Hè? En dat biedt jou eindeloze mogelijkheden. Prachtig, deze reading. Ik hoop dat die resoneren mag. Dus dat zal een reading zijn voor mensen die hele empathische. Die heel empathisch zijn. Mensen met heel veel krachten, magie. Hè, dus dit is echt een reading voor healers, shamanen, voor healers, teachers. En ja, prachtig. Jullie worden naar een hoger level gebracht. En dat maakt dat je beter kan voelen wat de wereld nodig heeft om die meer stabiliteit te brengen. Want dat is meer balans te brengen, want dat is kaart 13, maakt 4. Ja, Beyond Worlds, nieuwe. Jullie gaan een nieuwe kant met elkaar op. Jullie zijn de eerste die alles en iedereen voorgaat. En uiteindelijk moeten jullie die kar gaan trekken van het collectief. Prachtig. Nou, heel veel succes met dit mooie lichtwerk. Veel liefde en licht. Namaste.